Prachtige omstandigheden voor een debuutwedstrijd in de topklasse voor WKE. Hier EVV in balbezit met oud-prof Brenny Evers. Maar zijn schot gaat behoorlijk ver naast de goal van een debutant. In de goal bij WKE, Diederik Bangma. Een redelijke eerste helft, niet meer dan dat. Beide ploegen aardig aan elkaar gewaagd. Zonder dat het echt veel kansen oplevert. Dit is al de slotfase. Met Jansen, een van de betere spelers van EVV. Die bedient hier de spits Rietslik. Oudspeler van Fortuna Sittard. En die maakt dan 5 minuten voor rust. De openingstreffer 1-0 voor EVV. En doelman Bangma dus voor de eerste keer dit seizoen geklopt. Dan de tweede helft met hier het schot van Robin Demeijer. Maar dat is een simpele prooi voor de doelman van de Limburgers. Maar WKE begint beter aan de tweede helft. Speelt sterker. Hooiveld, goed met het lichaam ertussen. En dan met een gelukje. Robert Fick is koud. 35 seconden in het veld. En maakt na 52 minuten alweer de gelijkmaker. Mooie rentree voor Robert Fick. En natuurlijk een fantastische invalbeurt voor hem. Bij zijn eerste balcontact. Maar EVV laat het er niet bij zitten. Goeie redding van Bangma. Op het schot van Steven Barton. Maar zoals gezegd, WKE beter. Hier Fick met een goed schot in de hoek. Maar ook een spectaculaire redding van Verkruijsen. En dan is het wachten op nog een doelpunt. Beide ploegen willen ook graag gaan voor de overwinning. Jansen inspelen op Rietslik. 2 man tegenover zich, waaronder Guus de Vries. Overgekomen deze zomer van FC Emmen. Het lange bouwen van EVV en dan komt dit als een schot, maar Bangma heeft de bal in 2 instanties klem. Demeijer, voorzet richting Zwicker. Goed afleggen op Buurke, inmiddels ingevallen. Maar dan komt die bal voor de voeten van Jan Hooiveld. In de 71ste minuut. 2-1 voor WKE. En het zou toch wat zijn dat de ploeg van trainer Hendrik Oosting de eerste uitwedstrijd van het seizoen direct al met 3 punten afsluit. Maar EVV met een paar goede betaald voetbalspelers, of oud betaald voetbalspelers, in de gelederen. Waaronder dus Rietslik, maar ook Kevin van Dessel. En dit is de invaller, Roel Schirra. 4 minuten voor tijd met de gelijkmaker. Goede aanval van EVV. En WKE kansloos erop. Beide ploegen gaan dan nog voor de overwinning. In de absolute slotfase. Hier Jan Hooiveld met tijd, met ruimte. En het schot, maar ook de redding van Verkruijsen. 93 minuten komen 3 minuten blessuretijd bij. En die zijn inmiddels ook al verstreken. Mistasten van Verkruijsen. Invallen Buurke. Met een beetje geluk weer in balbezit. Het overzicht inspelen op Hooiveld. Heeft 3 man tegenover zich. En gaat dan schieten. En het is raak. 2-3 voor WKE. Doelpuntenmaker Jan Hooiveld. In de absolute slotfase van de wedstrijd wint WKE toch verdiend van EVV en debuteert in de topklasse met een overwinning. Ja, ik kijk met een goed gevoel terug natuurlijk op deze wedstrijd. Zeker omdat we 3 punten pakken en dat ik 2 goals maak. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Je moet gewoon 3 punten pakken. Dat is het belangrijkste voor onze ploeg. Ja, maar veel mooier kan niet. Hè? Echt in de dying seconds de winnende maken. De blessuretijd was voorbij. Dat klopt, ja. Ja. Zoals je weet ben ik een momentenspeler en ja, dat die bal er zo mooi in gaat is natuurlijk heerlijk. Terechte overwinning? Ja, dat denk ik wel. Ja, het kon allebei de kant op, maar dat wij nog 5 minuten voor tijd met 2-1 voorstaan, of 1-2 dan, ja, dan vind ik dat wij het niet meer weg mogen geven. Maar goed, dan wordt het nog 2-2. Dan pak je nog lekker die 3-2 en dan ga je lekker zometeen in de bus.